Wat zijn jullie? Een giraf. Dit is de eerste klas van het Amsterdamse Berlage Lyceum. Vandaag worden ze losgelaten in Artis. Scholen en culturele instellingen doen er alles aan kinderen aldoende te laten leren. De grote vraag is, lukt dat ook? Hebben jullie op school iets voorbereid? Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Nee, we hebben gewoon te horen gekregen. Jullie gaan naar Artis met een paar vragen en verzin er maar wat leuks op. Is het nou leuker dan een les op school? Ja, veel leuker. Les op school is saai. Waarom is dit anders? Omdat je dan alles zelf kan uitzoeken en gewoon zelf die bordjes kan lezen. En je bent met je vriendinnen en je mag gewoon praten over dingen waar je zelf over wil praten. Ja, maar dit is steeds iets fout. Ja, ja, die moet je nog verbeteren. Koop je ze om met snoepjes? Nee, ik koop ze niet om met snoepjes. Meer gewoon een beloning van, van leuk wat ze het gedaan hebben. En wat leren ze hier nu meer dan in een gewone les? Nou, ze leren naar dieren kijken. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, er moet wel zo'n werkboekje bij dat ze wat in kunnen vullen. En dat ze inderdaad het verschil tussen apen, mensen, apen zien. Of je nou vragen maakt of niet, het maakt mij niet zoveel uit. Meer gewoon, het maakt me helemaal niet uit of ik ze afkrijg of niet. Het gaat gewoon even om bijna vakantie en even buiten. Bij de apen moest je de man in de gaten houden en kijken wat hij doet. Nou, dat is heel erg leuk. En wat deed hij? Maar hij was er niet. Maar zijn kinderen niet lastig? Bij de stekelvarken springen er heel vaak mensen in. Ik heb wel eens iemand uit de palmen gehaald bij het aquarium. Die waren in de palmen geklommen. Of in bomen staan te tekenen. Of dieren voeren wat niet mag. Gelukkig zijn deze kinderen druk met iets anders. En mogen jullie nou gewoon bellen en sms'en tijdens de les? Nee. Een ogenblik geduld? Dat zegt hij nou altijd. En, wat hebben ze geleerd? Na even nadenken blijken ze toch iets te weten. We hebben nu over insecten geleerd dat dit external was. En dat betekent dat het geen botten heeft. Ik heb geleerd over reptielen dat ze heel traag zijn. En dat ze heel weinig bewegen. Springhalen de hele tijd paren. Conclusie? Ik vond het wel heel leuk, maar ik heb helemaal niks geleerd. En de glijbaan was het allerleukste. Miauw.